We zijn hier al eerder geweest in Oost-Groningen. En vandaag maken we een aflevering alleen maar over utility vehicles. Een lastig woord, maar het komt erop neer. Het gaat over bedrijfsauto's. En ze zeggen dat ik een omgevallen boekenkast ben, maar in dit geval heb ik toch een beetje een probleem. Ik heb geen idee wat dit is, maar mijn kameraad Jos, die weet het waarschijnlijk wel. Wat is dit? Nou, het is een vervoersauto. Maar voor de rest, ik zou het ook niet weten waar hij voor gebruikt is. Ik wist het niet wisten. Nee. Het staat op BMW op. Ja, en misschien zit er ook een Isetta motortje in of zo. Maar wat dit is, het lijkt op, ja, omdat het is vaktransport, hè? Ja. Dat kan je zien. Het lijkt wel dat de kappersnevel bij de vliegveld of bij iets anders voor gedaan is. Ja. Daar lijkt mij het meest op. Ja, die indruk geeft het wel. Ja. Ja, en dit kan omhoog. Ja, dat zit ook bijna 100 euro. Dat is ook dus een triplek platen. Ik heb het niet zeker gezien. Oh ja, dat is ook vlak. Ja, dat maakt niet uit. Het is vlak en roestig. Maar het is ook heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja, maar ja, dat is ook een beetje het voordeel van. Ik denk dat het een voertuig is eind jaren 50, begin jaren 60. Ja, denk ik ook. En dat mensen gingen dingen maken naar hun behoeften. Ja. En als je zelf terugdenkt in die tijd, dan heb ik het idee dat dit op een vliegveld rond. Want er zit best wel een aanhangertje aan de mooie achter. Ja. Dus dat daar de koffertjes meegenomen, daar misschien de grotere dingen af. Het lijkt allemaal daar wel op. Weet je waar me dit ook een beetje aan doet denken? Ja? De bloemenveiling in Aalsmeer. Nou, ja, sowieso. Dat was ook van die rare karretjes. Ja, ja, klopt. Ja, dat waren dan meestal spijkstaals. Die hoorde je niet aankomen. Weet je wat? Ja, die hoorde je wel aankomen. Ja, die wel. Maar utility, dus voor goederenvervoer. Ja, ja, ja. En als we dan over goederenvervoer hebben, dan heb je hier weer iets heel zeldzaams. Ja, een DKW. Ja, de krijzende worm. Ja. Dat is krankenhuis zwart. DKW, Auto Union. Ja. Dus zusje van Audi. Dat zusje van Audi, ja, inderdaad. En hier zijn dan schapen, geiten. Meen je niet? Met livestock. Ja. Daar heeft deze auto echt gereden. Is het echt waar? Ja. Ja, ja, ja. Oh ja. En maar dit is, hoe heet zo'n type ook weer? Een snellaster volgens mij toch? Ja. Ja. En snellassen. Maar je had ze ook van tempo snellassers. Dus het is weer eigenlijk eerder een omschrijving van het type voertuig. Ja. Nee, dus, maar het is gewoon weer zeer bijzonder. Ja. Want deze voertuigen die worden gebruikt, ja, door de boeren, zeg maar. Maar worden amper onderhouden. Dus dat dit nog bestaat en dat dit nog hier staat, zeg maar, is best wel reeds bijzonder. Ja, want als ze op zijn, zijn ze ook op, hè? Nou, precies. Dat is het. Ja. Ik vind dit mooi. Wat een lijn, moet je zien. Ja. Zo schuin weglopend. En zo. En is het vrij simpel. Ja, simpel. Ja, vrij simpel. Is dit twee tak? Denk het wel. Ja, ook twee tak. Ja. Ja, dat had je met DKW. We hebben wel eens een DKW in het programma gehad, dat die had meegedaan in Soldaat van Oranje. Oké. Okay. Dat Rijk de Gooier in gereden. Ja, zeker. En als je dat ding dan startte, deed die ook je daar. Ring, ding, 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 ding. Ja, prachtig, hè? Dit is gaaf, hoor. Ja. En super zeldzaam. Ook weer niet te vinden. Nee, nee. Ze worden wel eens aangeboden. Maar wat je dan ziet zijn het fans, dichter. Ja, ja, maar zo'n echt zo'n schapenkamer. Ja. Echt een schapenkamer. Kom je helemaal niet tegen. Nee. Echt niet. En vooral niet dat deze ook nog echt zijn werk gedaan heeft als. Oh ja, dat kan je wel zien. Ja. Dus hij is wel gerestaureerd. Hij kan er anders wel zien dat hij, zeg maar, aan de inrichting, dat het echt wel gebruikt is. Ja, absoluut. We hebben nog veel meer van dit soort bijzondere bedrijfsauto's, hè? Ja. We hebben nog een mooie pedal fan staan. Een pedal fan. Oh ja, daar vond ik die beschilderd niet zo apart van. Ja. Want het is net of die kortjes van Chevrolet zelf geweest is. Ja, zo is die wel gemaakt weer. Ja. Hij is natuurlijk gerestaureerd. Ja. Oh, een Hurs. Ja. Wat is een Hurs? Een Hurs is een lijkauto. Een beschattingswagen, zegt ze in Duitsland. Ja. Maar ook een hele mooie. Het is echt, nou ja. Een hele knap. Ik zie wel dat er een paar dingen aan monteren, maar. Ja. Oh, er waren maar een paar. De carrosseriebouw is die op basis van Cadillac dit soort dingen maakt. Ja. Dit is een Barker. Als je dan toch gaat dan in stijl, weet je wel. Nou, dat lukt met deze auto zeer. Nee, echt waar. Echt zo. Ja. Zilver leer. Zilver grijs leder. Geweldig. Desmond, oké, dat is wat minder goed gelukt in de restauratie. Heb je dat zelf gedaan? Nee, dat kon gewoon niet voorstellen. Ik ben veel te pietje precies. Ja, precies. Nee, je kan hier ook een geweldige camper van maken. Nou, je zou dat gewoon niet slapen inderdaad. Hey. Wat denk je naar de Zwarte Cross met zijn auto? Zo, ik denk wel even een dingetje hoor. Niet te geloven. Ja, het was gewoon een. Ze haalden gewoon bij Fisher, de bodyfabrikant, haalden ze gewoon een kale onderstel en dan gingen ze opbouwen. Ja. Bij Barker. En dat is. Ja.
Waarschijnlijk ook een 7,2 liter motor, dat ding moet niet ophouden. Maar we gingen eigenlijk naar die pedalvent, dat is ook zo. Dat was de... Even kijken, kunnen we erdoor? Ja, zeker wel. Maar wat is nou eigenlijk wat is de bedoeling van een pedalvent in die jaar? Nou, vroeger werden ze gebruikt voor, of bij de bakkerij, om brood rond te brengen. Oh, je kunt flink wat broodjes stouwen. Nou ja, dat hadden ze ook aan de zijkant, hadden ze meestal of van die rekjes aan de zijkant. Ja? En die vervoerden ze eigenlijk in die tijd eigenlijk alles al mee. Sure. Als het er maar in kon. Ja. Ongelooflijk. Ja. En dat deze ook nog zo mooi. Dat deze is heel mooi. Heel netjes gebleven is. Ja. Zonder meer dat er heel veel plamuur of andere gekkigheid opgekomen is qua restauratie. Het is gewoon een hele, hele, hele knappe auto. Ja. Ik heb een soort zesde zintuig voor plamuur ontwikkeld in de loop der tijden. Oh, en, maar hier, er zit hier eigenlijk, voor mijn gevoel, geen plamuur in. Ik denk dat hij helemaal kaal is geweest. Nou, ik denk het niet hoor. Ik denk dat hij helemaal kaal is geweest en dan gewoon opnieuw gespoten. Echt, maar ik vind ook prachtig mooi dat two-tone schema. Ja. Ja. En dan heb je een pedal van en dan toch met een Sunvisor erop. Hè? Kijk, hier heb je dan een pick-up truck zoals ze tegenwoordig uit Amerika kopen. Ja. Dat is faux patine, zo noemen ze dat. Ja. Dus hij is wel gepatineerd, maar ze hebben het patina een beetje aangedikt. Ja, klopt. Dat is wel goed gedaan trouwens. Ja, maar heel netjes. Ja, want ik zie ook wel eens dan maken ze kaal, smidden ze de zoutzuur op. En, ja. Ja, maar dan vergaat de auto ook gewoon. Precies. Op deze manier niet. Op deze manier blijft de auto gewoon goed. Ja. En ja. Hij en het rijdt goed. Ja. Het klinkt goed. Ja, nou, dit rijdt leuk. Zie je de dikke motorrem. Een bepaalde hoogte. Eigenlijk maakt het. Ja, ik dacht dat er nog mensen zijn die helemaal boos worden als ik dat zeg. Maar het zou mij niet uitmaken of het nou een Ford is of een Chevrolet of een Dodge of wat dan ook. Het gaat om de beleving van, ja. van het pick-up rijden. Ja, klopt. Ja, klopt. Dus, en vooral dit, als je dit ook langs de kant van de weg ziet staan of je zit in de rijden, ja, daar word je altijd blij van. Ja. Word je altijd blij van. Ik zie er wel. Weet je wie heel veel van dit soort auto's rijden? Ja. Harley-rijders. Ja, klopt. Ik kom heel veel van dit soort auto's tegen bij motorclubs. Ja, er staan er 2 of 3 Harley's achterop. Ja. Nou, dan vinden ze als winters daar niet meer rijden, maar ze willen wel graag naar een showtje. Ja, en dan gooien ze er een mooie showvol of wat er ook achterop. Ja, dat lijkt me. Ja, dat is een en we hebben het dan toch over utility vehicles. Nou, daar is het meest voor. Ja. Is dat kippen ook eigenlijk? Ik heb wel wat moeite mee, maar toch. Je ziet ook wel waarom. Ja, hij is een beetje ver van huis. Dit is een Minerva. Ja. Het is een Belgisch legervoertuig. En daar komt de naam Jeep ook vandaan, hè? GP, General Purpose. Maar ja, als je dan een... eigenlijk is het gewoon een Land Rover, vroeger Land Rover. Ja, klopt. En de motor ook, hè? Zo vroeger Land Rover. Ja. En je kan er eigenlijk alles mee. In dit geval zijn er bladeren mee vervoerd. Ja. Hij heeft een hele tijd stilgestaan. Buiten. Dus nou, ja. Dus nou is het aan ons, zeg maar, om het weer aan loop te maken. Ja. Om het weer netjes te maken. Deze ging wordt het duur. Ja, dat gaat ook niet meer nergens lopen. Nee. En het leuke is, steeds mag je dus met een trekje rijden. Ja. Met een 16, dan maak je gewoon met zijn linkerband. Ik lag in toont, want ik rijd dus langs de AOC, Sneek. Ja. En dan hebben ze een hele grote parkeerplaats. Dat is eigenlijk bedoeld voor de docenten, die mogen daar een auto neerzetten. Ze zitten helemaal vol met Unimogs, want de leerlingen komen allemaal met een Unimog naar school. Maar dit is zo'n oersterk ding. Ja. Er zit ook niks in wat er niet, wat te veel is, hè? Nee. Alles wat er, nou, stempeltjes om hem op hoogte te zetten, en hier op kraan. Nou ja, oké. Jongen, ik kan het voor grondverzet gebruiken. Ja. Ik geloof niet dat hij daarvoor bedoeld is, Als je hem zo mooi gerestaureerd hebt, gaan we daar toch niet voor gebruiken. Ah, deze is de show and shine auto. Dat is de show and shine. Ja. Dit is de baas zijn eerste voertuig geweest. Is waar? Ja, waar hij zijn werk mee gedaan heeft. Dus dat moet een pareltje blijven en dat moet ook gewoon mooi blijven. Ja. En hier geniet hij ook zomers van. Zomers gaat hij mooi naar die trekkerdagen toe met het ding. Ja. Dus dan staat hij daar ook mooi te shinen. Ja, dat begrijp ik ook goed. Ja, en het is een fantastisch ding. En rijdt goed. Dus, alles klopt in deze. Alles klopt. Alles klopt. Ja, een mooie auto. Alles klopt. Ja. Tot zover deze aflevering van Autogek. En het ging vandaag alleen over utility vehicles, oftewel bedrijfsauto's. Kijk de volgende keer voor meer bijzondere auto's.